Nou, dit is plein 1953 en achter mij is gebouw de Middelburgt en daar komt vanaf mei de kinderfaculteit. Nou, de kinderfaculteit is onderdeel van Stichting Vitaal Pendrecht en de kinderfaculteit is erop gericht om kinderen in de basisschoolleeftijd in Pendrecht een leerzaam en leuk uitdagend naschools programma aan te bieden. De burgemeester die kwam om 12:30. Hij heeft nog de presentatie van de kinderraad meegemaakt. Daarin gaven de kinderen zelf aan welke activiteiten ze wilden hebben in de kinderfaculteit. De vier basisscholen werken mee aan dit project. Dus het gaat ook om de kinderen die op die vier basisscholen zitten. En daarvoor gaan wij een aanbod ontwikkelen op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur, taal, vakmanschap en wereldoriëntatie. En het doel is dat kinderen, dat ze beter toegerust worden op de toekomst, dat het zelfbewuste volwassenen worden, betere schoolloopbanen en betere perspectieven. Dan schrijven ze bij ons in, krijgen ze een collegepasje en dan kunnen ze deelnemen aan die activiteit. Wij gaan dus starten met eigenlijk 20 activiteiten per dag. Dat zal in de toekomst verder worden uitgebouwd. Het gaat om 2 keer 15 weken in een jaar.